officieel je laatste wedstrijd van Vakantie Live vandaag hier in Vorden. Hoe voelt dat? Ja, nou ja, je staat er niet zo bij stil, want voor mij is natuurlijk nou nog niet de laatste cross van het seizoen. Dus ja, het is... Ja, het is nou eenmaal zo. Ja, nu ga je verder. Nu rij je die cross ook. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Want die crossen, staan die echt in training voor het wegurennen? Of pak je ze toch echt wel heel serieus aan? Nou ja, het is vooral bedoeld als voorbereiding en als training. Maar ja, ik ga niet als een natte krant hier rondrijden. Ik wil ook gewoon goed presteren en je traint ook serieus. Dus je moet sowieso serieus trainen. Ja, want waar liggen jouw ambities nu? Want ik bedoel, je gaat ook een NK rijden. Ja, maar ja, dat is gewoon zeg maar als afsluiting van het crossseizoen. Dat doe ik al jaren. En dan ga ik daarna weer op trainingskamp in Spanje. Ja, trainingskamp met Piels, denk ik? Nee, Piels doet geen gezamenlijk trainingskamp, alleen trainingsweekenden, maar dat is gewoon in Nederland. En Spanje moet je zelf regelen. Ja. Zelf. Wat zijn jouw ambities nu nog? Want je gaat nu natuurlijk eigenlijk een stapje terug doen. Ja, nou ja, ik heb de hele kalender nog niet bekeken, maar er zullen sowieso weer de wedstrijden in Limburg, daar wil ik weer goed zijn. En mezelf weer laten zien om weer de stap terug te zetten.